Kamerwijnen moet getransformeerd worden naar een tweede stad. Dit is een van de voornemens van districtscommissaris Rajab Mohamed Safik van Kamerwijnen. In gesprek met onze nieuwsdienst haalde hij aan dat het logo van zuur naar zoet niet meer past in het district. Volgens de burgervader heeft het district namelijk meer te bieden. Kamerwijnen heeft volgens hem de potentie om een tweede stad te worden. Echter zijn er veel zaken die verbeterd moeten worden. Zo wordt er volgens hem veel gedaan aan landbouw en visserij. Toch behoeven deze sectoren volgens Mohamed Safik verbetering om een verdere ontwikkeling te stimuleren. We hebben heel wat landbouwers hier in het district. We zullen die mensen ook upgraden voor aan de beginners te informeren hoe we beter landbouw kunnen doen. Want je hebt beginners die geen know-how hebben. En die mensen die al in die branche zijn, zullen dan die mensen moeten informeren. We hebben ook visserijsector. En u ziet daar in Kamerwijnen hebben we heel wat bedrijven die aan visopkoop doen. Vissersbedrijven zijn er ook. Ik heb ook straks de infrastructuur die je moet aanpakken. Alles is zo verwaarloosd. Heel wat kuilen. Als u rijdt van Meerzorg naar Nieuw Amsterdam en dan komt u op Tamaridjo via Marienburg. Nou, is niet te zien. Want er is een achterstand in onderhoud. Hoogwiet. Veel kuilen over straat. Dus ik ga de infrastructuur moeten aanpakken. We hebben ook problemen in het district. Het waterprobleem. Je mag weten, van, komende droge tijd straks, daar is het een ramp. We gaan dan moeten distribueren middels watertrucks. Maar het moet eens opgelost worden. Wij Kamerwijners moeten ook diezelfde behandeling krijgen. Verder haalde DC Mohamed Safik aan dat hij ook mogelijkheden bekijkt om de filevorming bij de brug te doen verminderen. Hierdoor heeft hij afgelopen vrijdag een gesprek gehad met de plaatselijke politie. Vanwege het feit dat vanwege COVID de veerboot niet varen, de staatsbussen niet rijden en bussen, die particuliere bussen rijden ook niet, zitten alle mensen overhoop. Mensen willen brood gaan verdienen. En wat is er? Iedereen gaat met zijn of haar privéauto. En dat is de filevorming op den duur. Ik heb gevraagd naar meermanschappen dat ze men over de straat zet, zodat de filevorming ook verholpen kan worden. We hebben heel wat verkeersovertreders die op de fietspad inhalen links. Anderen rijden een verboden rijrichting. Dus ik heb ze stof gegeven wat ze moeten doen. Als verantwoordelijke van het district wil ik ook een veilige district hebben. En dat maakt dat ik ze vandaag heb gevraagd om bij mij langs te komen. We hebben uiteengezet en laten we hopen dat al hetgene wat ik heb gezegd met hun, het wordt uitgevoerd. DC Rajab Mohamed Safik van Kamerwijnen. Als burgervader van het district wil hij Kamerwijnen transformeren naar een tweede stad.